Goedemiddag en welkom bij dit college over antistollingen en middelen tegen veel voorkomende hartaandoeningen. Dit is het derde onderwerp in de reeks cardiovasculair risicomanagement. Eerder kwamen aan bod antihypertensiva en de behandeling van diabetes en lipideverlaging. En we gaan vandaag dus vooral inzoomen op de hartziekte en op ziekten waarvoor antistolling noodzakelijk is. Nou, antistolling is een van de meest gebruikte therapieën in Nederland en in de rest van de wereld. Wat we hier zien is een afbeelding waarin het aantal CVRM-middelen, dus dat is niet alleen de antistolling, maar alle middelen die worden gebruikt tegen cardiovasculair risicomanagement, staan uitgespecificeerd in het aantal doseringen per inwoner. Dus stel dat we allemaal één risico of één medicament zouden gebruiken tegen het cardiovasculaire risico, dan zou je dus verwachten dat er in Nederland zo'n 365.000 DDD's op jaarbasis worden uitgeschreven. Nou, je ziet dat vanaf een leeftijd van ongeveer 65, 66 gaan we daar al doorheen. Dus patiënten, mensen boven de 65, heel Nederland, gebruikt gemiddeld meer dan één CVRM-middel. Dat maakt het tot een van de meest gebruikte geneesmiddelen in Nederland. En antistolling is daar weer een groot onderdeel van. Het heeft natuurlijk ook invloed op de kosten voor Nederland. Wat we hier zien is de top 10 aan duurste geneesmiddelen in termen van uitgaven in het jaar 2018. Dat zijn de laatste cijfers die bekend zijn. En daar staan middelen in zoals de Orkambi. Dat is een middel tegen tijslijmziekte. Nou, er zijn in Nederland niet heel veel patiënten die lijden aan tijslijmziekte. Maar dat middel is zo ontzettend duur dat het toch in 2018 met stip op 1 is geëindigd. Er staan ook drie middelen in die we vandaag gaan bespreken, namelijk de rivaroxaban, de metoprolol en de apixaban. En als je dat vergelijkt met Orkambi, dan zijn die middelen echt niet zo duur. Op de middelen van de rivaroxaban en de apixaban, de kosten daarvan, gaan we straks nog in. Maar de reden dat die in deze lijst terecht zijn gekomen is vanwege het aantal gebruikers. En dus niet zozeer vanwege de prijs. En dat waren even wat inleidende cijfers. Voordat ik de antistolling ga uitleggen, is het belangrijk om de stolling nog één keer uit te leggen. En die bestaat uit drie fases. En we zullen straks zien dat alle drie die fases goede aangrijpingspunten zijn voor medicatie. Het begint met de plaatjesaggregatie, ook wel stelping genoemd. En dat zorgt er eigenlijk voor dat de bloedplaatjes aan elkaar gaan klonteren op de plek waar de endothelschade is. Die zitten op dat moment nog vrij los aan elkaar. En dat stolsel moet dus verstevigd worden middels fibrine. Vervolgens moet dat stolsel natuurlijk ook weer afgebroken worden, want anders ga je maar door en door en door met stollen. Dus op een gegeven moment is er een balans tussen de fibrinevorming en de fibrinolyse. En na de verloop van duur neemt de fibrinolyse toe, waardoor het stolsel ook weer verdwijnt. En ook dat is een aangrijpingspunt voor medicatie. Meneer Virchow heeft bedacht, dit is de trias van Virchow, dat stollingsproblemen ontstaan naarmate er meer van deze risicofactoren aanwezig zijn. En dat is dus allereerst endotheelschade, wat betekent schade aan de bloedvatwand. Logisch, want als je een wondje hebt, dan wil je dat daar een stolsel komt. De tweede is wellicht wat minder logisch, dat is de veneuze stase. Stilstaand bloed gaat stollen. We zullen straks een aantal ziektebeelden zien waarbij dat ook gebeurt. En als laatste, hypercoagulabiliteit, wat betekent een verhoogde stolneiging. En dat kan bijvoorbeeld optreden genetisch, omdat iemand bijvoorbeeld factor 5 lijden heeft, of door ziektes zoals kanker of ernstige infectieziekten. Hierin is de primaire hemostase, dus de plaatjesaggregatie. We zien hier een bloedvatwand en op het moment dat daar schade in optreedt, dan komt er von Willebrand factor vrij. Von Willebrand factor laat vervolgens de eerste bloedplaatjes aggregeren aan de plek van de schade. Die bloedplaatjes, die trombocyten, die laten granula vrij met daarin stofjes zoals ADP, thromboxane A2 en serotonine. En dat zorgt voor de recrutering van nog meer bloedplaatjes die uiteindelijk de eerste plug vormen, het eerste stolsel.
En dat is op dat moment nog een zeer los stolsel. Nou, dat herken je misschien wel van wondjes, dat het even duurt voordat zo'n stolsel, hè, er komt al vrij snel, stopt het met bloeden, maar voordat het echt niet weer opnieuw gaat bloeden, is de secundaire hemostase nodig. En dat is een wat ingewikkelder proces. Met al deze stolfactoren, die grotendeels in de lever gemaakt worden en dus elders in het lichaam hun werk moeten doen. Waar het allemaal op uitkomt, is dat een factor 10 geactiveerd wordt in factor 10 actief. En 10 actief leidt tot de activatie van factor 2. En factor 2 noemen we ook wel trombine, in de actieve vorm van factor 2, die vervolgens een fibrinogeen omzet in fibrine. En fibrine is dus het belangrijkste eiwit dat stolsels verstevigt. Er staat tevens in deze afbeelding al aangegeven waar de geneesmiddelen op ingrijpen. Ik ga jullie straks vertellen welke geneesmiddelen dat dan zijn. Maar het is natuurlijk niet verrassend dat dat vooral in deze final common pathway gebeurt. Want stel dat we hier een rem op zouden zetten, dan zijn er dus nog tal van andere manieren waarop factor 10 alsnog geactiveerd kan worden. Dus juist het remmen van factor 10 en factor 2 heeft het meeste effect als je antistolling wilt nastreven. In dezezelfde afbeelding kunnen we de fibrinolyse weergeven, want dat fibrine wordt uiteindelijk weer afgebroken in fibrinedegradatieproducten. En wat ik net al zei, er is een moment in de stolling dat het stolsel nog moet blijven bestaan, maar niet oneindig door moet groeien. Ja, want dan krijg je allerlei stollingsproblematiek die je niet wil. En dan is er dus een balans tussen de hoeveelheid fibrinolyse en de hoeveelheid fibrinevorming. Die fibrinolyse die vindt plaats onder invloed van plasmine. En ook plasmine kunnen we met medicatie kunnen we dat beïnvloeden. Namelijk bijvoorbeeld met alteplase, ook wel recombinant tissueplasminogeen activator genoemd. En middelen zoals streptokinase en urokinase, die inmiddels wat minder vaak gebruikt worden. Nou, de aandoeningen die we zo meteen gaan bespreken, die zijn op te delen in aterosclerotische en niet-aterosclerotische aandoeningen. En om te beginnen met de aterosclerose. Die hebben we eigenlijk als gemeenschappelijke pathogeniciteit, dus gemeenschappelijke ziekteoorzaak, dat er aderverkalking optreedt in verschillende bloedvaten. Meestal zijn dat slagaders. En die aderverkalking die vernauwt het bloedvat. Die vernauwing aan zich die kan al vervelende klachten geven, zoals bijvoorbeeld de etalagebenen en bij angina pectoris. Maar het wordt pas echt vervelend op het moment dat er een scheurtje ontstaat in zo'n plak. En dat gebeurt eerder dan in een gewoon schone vaatwand. Want als er zo'n scheurtje ontstaat in die vaatwand, dan komt er dus endotheelschade. En dan komt er dus van Willebrandfactor vrij. En dan komt er dus plaatjesaggregatie. En op het moment dat dat gebeurt, dan zit zo'n bloedvat helemaal in één keer dicht. En dan kan dat ook aanleiding geven tot bijvoorbeeld een hartinfarct of een herseninfarct. Nou, de risicofactoren op het krijgen van aderverkalking die zijn bekend. Roken is de allerbelangrijkste risicofactor, maar verder zijn natuurlijk ook het hebben van een te hoog cholesterol, het hebben van een te hoge bloeddruk, het hebben van overgewicht, het hebben van diabetes, familiair komt het soms vaker voor. Dat zijn allemaal belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van dit soort ziektebeelden. En omdat die primaire hemostase, die plaatjesaggregatie, omdat dat het belangrijkste probleem is bij deze ziektebeelden, zie je ook dat plaatjesaggregatieremmers heel effectief zijn in de behandeling van dit soort ziektebeelden. Misschien nog wel meer dan de secundaire hemostaseremmers, die over het algemeen sterkere antistollers zijn dan plaatjesaggregatieremmers. Je wilt dus voorkomen dat zo'n plaatjesplug in één keer het bloedvat helemaal afsluit. Het is eigenlijk precies anders dan voor de niet-aterosclerotische stollingsbeelden, want die ontstaan veel meer door die andere twee poten in die trias van Virchow. Zoals bijvoorbeeld hypercoagulabiliteit, kan zijn door een infectie, kan zijn door kanker. Maar bijvoorbeeld ook hormonale anticonceptie is daar een risicofactor voor.
of door het doorstasen van bloed. En daarvan is immobiliteit, een lange vliegreis, kan een belangrijke risicofactor zijn. Maar we zullen straks zien dat ook ritmestoornissen een rol spelen. Nou, ziektebeelden waar we het dan over hebben zijn een diepveneuze trombose, waarbij er dus lokaal in de kuitvenen, over het algemeen kan ook in andere venen, een probleem optreedt. Of dat zo'n trombose, die wel vaak in de kuiten ontstaat, aan de wandel gaat. En dan bijvoorbeeld naar de longen schiet. Dan hebben we het over een longembolie. Ook bij atriumfibrilleren, wat een vorm van een ritmestoornis is, staat het bloed stil. Of stroomt het in ieder geval niet goed weg. En om die reden krijg je daar ook ontstaan van stolling. Van stolsels. En datzelfde gebeurt bij kunstmatige hartkleppen. Ja, er ontstaat ook turbulente flow, waardoor het bloed gaat stollen. En hierbij speelt vaatwandschade dus nauwelijks tot misschien wel helemaal geen rol. Dat is dan ook de reden dat de secundaire hemostaseremmers over het algemeen effectiever zijn dan de plaatjesaggregatieremmers. Als je het hebt over antistollingstherapie, dan is het altijd belangrijk om een balans te zoeken tussen enerzijds het tromboserisico, wat over het algemeen voornamelijk wordt veroorzaakt door de ziekte, dus aterosclerose of boezemfibrilleren of een diepveneuze trombose, maar genetische factoren, andere ziektes, andere medicatie spelen daar natuurlijk ook een belangrijke rol bij. Met aan de andere kant het bloedingsrisico. Je wil niet dat iemand een bloeding krijgt, omdat je het tromboserisico wilde remmen. Dus een balans daartussen is heel belangrijk. Als je het hebt over het bloedingsrisico, dan heb je het dus voornamelijk over de therapie. Daarbij kun je zeggen dat de salicylaten en de P2E12-remmers, wat de plaatjesaggregatieremmers zijn, een wat minder groot bloedingsrisico geven dan de secundaire hemostase-remmers en uiteindelijk ook weer dan de fibrinolytica. Dus die worden ook... Je gaat eerder de grotere gewichten gebruiken, de zwaardere middelen, op het moment dat de ziekte ernstiger is. Fibrinolytica wil ik eigenlijk grotendeels buiten het bestek van dit college houden. En dat komt omdat die alleen gebruikt worden bij ernstige en acute stollingsproblemen. Dan kun je bijvoorbeeld denken aan een acuut herseninfarct of een levensgevaarlijke longembolie. Dat zijn redenen om fibrinolytica toe te dienen. En die wordt dus veel minder gebruikt dan al die andere middelen die je hier ziet. Nou, als we dat in een overzicht plaatsen, dan hebben we dus enerzijds de primaire hemostaseremmers, ook wel de plaatjes of de trombocyte-aggregatieremmers genoemd, en ook wel antistelpingmedicatie genoemd, hè, want die primaire hemostase die noemden we de stelping. Die wordt voornamelijk gebruikt voor atherosclerotische vaatziekten, zoals een herseninfarct, een hartinfarct, anginopectorus, etalagebenen, etc. Er zijn grofweg drie groepen middelen, namelijk de salicylaten, de P2E12-remmers en de fosfodiesterase-remmers. Daar gaan we straks dieper op in. Aan de andere kant de secundaire hemostase-remmers. Die worden verwarrend genoeg ook wel antistollingsmedicijnen genoemd. Ja, dus als je het hebt over antistolling, dan hebben sommige mensen hebben het over de hele groep, voor alle vormen van antistolling, inclusief de primaire hemostase-remmers. Andere mensen hebben het vooral over de secundaire hemostase-remmers. Die worden vooral gebruikt voor de niet-atherosclerotische ziektes, zoals de diepveneuze trombose en de boezemfibrilleren. En ook dat zijn grofweg drie groepen middelen, namelijk de vitamine K-antagonisten, ook wel coumarines genoemd, de DOACs, de directe orale anticoagulantia. Niet zo lang geleden heette die nog NOACs, namelijk de nieuwe orale anticoagulantia. En als laatste groep de heparines en de laagmoleculair gewichtsheparine. Het heeft dus enerzijds mee te maken dat je vooral wil aanpakken wat het probleem is. Dus bij atherosclerose is dat de vaatwandschade en zijn primaire hemostase-remmers dus effectief. En anderzijds heeft het te maken met de gewichten op de vorige slide. Je wil niet een te zwaar gewicht pakken voor een ziekte die je ook met een minder zwaar gewicht kunt behandelen. Balans tussen de bloedingsneiging en de stollingsneiging. Het zijn allereerst de salicylaten, acetylsalicylzuur en carboxylaat calcium. Je hebt dezelfde werking, namelijk het inhiberen van thromboxane A2 in het bloedplaatje.
En dat doen ze door een irreversibele binding aan het cyclooxygenase. En dat het irreversibel gebeurt, dat is heel belangrijk. Dat betekent dus dat als een bloedplaatje eenmaal in aanraking is geweest met een salicylaat, dan is het voor de levensduur van dat bloedplaatje is het onwerkzaam. Bloedplaatjes hebben een levensduur van ongeveer 10 dagen. Dat betekent dus ook dat je iedere dag 1/10 van je bloedplaatjes ververst. Dus als je één dag gestopt bent met de salicylaat, dan heb je 10% van je bloedplaatjesfunctie terug. En als je 10 dagen bent gestopt, heb je 100% van de bloedplaatjesfunctie terug. De middelen worden ongeveer 1 keer per dag ingenomen. En dat is dan voldoende om dus die 10% te remmen. Vanaf ongeveer 50%, dus vanaf ongeveer 5 dagen, zeggen we dat er voldoende bloedplaatjescapaciteit terug is om bijvoorbeeld een operatie uit te voeren. Maar dan is dus pas de helft van de salicylaten uitgewerkt. En grappig genoeg hebben de middelen zelf een hele korte halfwaardetijd. Een halfwaardetijd van zo'n 20 minuten. Dus dat betekent dat ze na maximaal 4-5 halfwaardetijden, dus laten we zeggen 100 minuten in het bloed aanwezig zijn. Maar in die 100 minuten kunnen ze dus een werkingsduur genereren van wel 10 dagen. De belangrijkste bijwerkingen zijn natuurlijk een verhoogde bloedingsneiging. Ja, dat is weer die balans tussen de antistolling enerzijds en het bloedingsrisico anderzijds. En dat geeft dus, alle antistollingsmiddelen geven een verhoogde bloedingsneiging. In het geval van de salicylaten geldt dat met name voor de maag. En dat komt omdat ze net als de NSAID's, die jullie kennen van de pijnstillers, van de pijnstilling, geven ze remming van de opbouw van het maagslijm. En omdat ze dat remmen en tegelijkertijd een verhoogde bloedingsneiging krijgen, is er dus een verhoogde kans op het ontstaan van, nou, allereerst ulceratie, het ontstaan van maagsferen, maar in tweede instantie ook het ontstaan van een bloeding uit zo'n maagsfeer. De reden dat als er andere risicofactoren aanwezig zijn, dat er dan een maagbeschermer gestart moet worden bij de salicylaten. Logischerwijs hebben deze middelen interactie met andere antistollingsmiddelen, want die geven namelijk allemaal een verhoogde bloedingsneiging. Dus als je ze combineert, heb je een dubbel verhoogde bloedingsneiging. Ook logisch is dat ze interactie hebben met andere middelen die de slijmvlieslaag beïnvloeden, zoals de NSAID's die ik eerder besprak, maar ook de steroïden. En met name met ibuprofen hebben deze middelen nog een andersoortige interactie. En dat komt omdat ibuprofen en ook de andere NSAID's wat minder, die gaan precies op hetzelfde plekje op de trombocyt zitten. Maar deze middelen doen dat reversibel. Dus dat betekent dat na verloop van tijd de binding weer loslaat en de trombocyt dus gewoon weer actief is. Nou, als dus de salicylaten precies op het moment dat daar bijvoorbeeld ibuprofen zat, wilde binden aan die COX, aan het COX-enzym, dan is dat dus niet mogelijk. 100 minuten later is het salicylaat weer uit je bloed en dan verbreekt de verbinding met de ibuprofen. En op dat moment is het bloedplaatje dus gewoon nog functioneel. Dus ondanks dat je van zowel NSAID's als salicylaten onderling iets harder gaat bloeden, ga je van de combinatie juist wat minder snel bloeden. Van alle antistollingsmiddelen ook genoemd wat je nou kunt doen op het moment dat er een ernstige acute bloeding optreedt op het moment dat die middelen gebruikt worden. En eigenlijk voor alle middelen geldt dat je dat in eerste instantie gewoon doet door de wond af te drukken, eventueel een chirurgische behandeling daarvan te doen. Maar omdat die salicylaten irreversibel binden aan de trombocyt, kun je dus niet je trombocyten weer functioneel maken. Daarom is de enige echte therapie, en dat is zelden nodig hoor, maar het kan nodig zijn, is met een transfusie van bloedplaatjes van iemand anders, die dus geen salicylaat heeft gebruikt. En als die 100 minuten, waar ik het steeds over heb, als die dan voorbij zijn, dan is er dus niks aan de hand, want dan zijn die trombocyten die je toedient gewoon functioneel. Als laatste zou je nog eventueel, of als alternatief, zou je nog eventueel desmopressine kunnen toedienen.
En desmopressine zorgt ervoor dat de Van Willebrand factor makkelijker vrijkomt. Ja, dus dat is die factor die vrijkwam bij de endotheelschade. En als je dan zorgt dat die maar goed genoeg vrijkomt, dan heb je in ieder geval alle bloedplaatjes die functioneel zijn, die laat je daarmee aangrijpen op de wond. Maar voor de salicylaten geldt dat de bloedingsneiging over het algemeen beperkt is en dus vaak met bijvoorbeeld afdrukken of chirurgie voldoende te couperen is. Een groot deel van de operaties worden zelfs uitgevoerd terwijl iemand behandeld wordt met salicylaten. Ja, dus alleen voor de grotere operaties en bijvoorbeeld de hersenoperaties moeten mensen tegenwoordig nog 5 dagen stoppen. Dan de P2I12 remmers. Die gaan ook op de trombocyt zitten, maar die doen dat net via een andere manier. Namelijk de P2I12 receptor. En daardoor inhiberen ze de ADP-afhankelijke stollingsactivatie. Clopidogrel doet dat net als die salicylaten irreversibel. Dus de werkingsduur daarvan is ook 10 dagen. De andere middelen in deze groep zijn ticagrelor en prasugrel. En die zijn reversibel. Nou, over het algemeen kun je zeggen dat P2I12 remmers net iets sterker werken dan de salicylaten. En dus je gaat er ook iets harder van bloeden. Interacties zijn er weer vanzelfsprekend met andere middelen die de bloedingsneiging verhogen. Maar omdat deze middelen dus zelf niet ingrijpen op het maagslijmvlies, heb je minder die interactie met middelen die dat wel doen. Bovendien heeft clopidogrel, die staat erom bekend dat die CYP-interacties heeft met bijvoorbeeld omeprazol. En dat komt doordat clopidogrel een substraat is voor het CYP-enzym dat omeprazol remt. Dus als je die combinatie geeft, dan rem je de omzetting van clopidogrel. En omdat clopidogrel van nature inactief is, rem je dus de omzetting naar zijn actieve variant. En als je dan dus die combinatie geeft, dan is clopidogrel verminderd actief. Dan moet je vooruitkijken. En dat geldt nog voor een aantal andere middelen, maar omeprazol is ver weg de bekendste. Voor het couperen geldt eigenlijk precies hetzelfde als voor de salicylaten. Zo ook een trombocytentransfusie op het moment dat het echt nodig is. Dan de fosfodiesterase remmers. Dat is eigenlijk die pyridamol de enige van die je kunt tegenkomen. En die heeft weer net een andere manier om de plaatjesactivatie te remmen. Namelijk via het cyclisch AMP en het cyclisch GMP. De werkingsduur is veel korter dan van de andere middelen. En dat komt omdat er hier sprake is van een reversibele binding. En de werkingsduur is ongeveer 12 uur. Wat ook betekent dat je deze middelen, om ze effectief te laten zijn, 2 keer per dag moet innemen. Nou, de bijwerkingen en de interacties die zijn grotendeels hetzelfde. Maar als je het hebt over de couperen, dan is dat vaak minder nodig, omdat de middelen natuurlijk veel sneller zijn uitgewerkt. Ja, dus dan is het mogelijk door even geduld te hebben, door even wat langer af te drukken, zie je al dat er minder snel bloedingsproblemen ontstaan. En juist omdat het zo afhankelijk is van de therapietrouw, vanwege die korte werkingsduur, worden deze middelen eigenlijk nauwelijks nog gebruikt. En de enige indicatie waarvoor ze tegenwoordig nog worden voorgeschreven is als voor een herseninfarct op het moment dat clopidogrel om wat voor reden dan ook niet kan. Dus normaal gesproken zou je dan clopidogrel monotherapie geven. Op het moment dat dat niet kan, dan kies je voor de combinatie van acetylsalicylzuur en dipyridamol. Een aantal jaar geleden was dat nog de standaard. Dan gaan we door naar de middelen die de secundaire hemostase remmen. Dus de echte antistollingsmiddelen als je het hebt over het verschil tussen antistelping en antistolling. En de eerste groep die we daarvan gaan bespreken is de vitamine K-antagonisten. Die worden ook wel coumarines genoemd. En in Nederland zijn op de markt acenocoumarol en fenproquemon. In de Engelstalige literatuur zie je vaak warfarine terugkomen. Het is een vergelijkbaar middel met net een iets andere halfwaardetijd. Ze werken door remming van de vitamine K-afhankelijke stolfactoren in de lever. En dat zijn stolfactor 2, 7, 9 en 10. Dan even terugdenken aan dat plaatje wat ik net liet zien. Dan is de remming van factor 2 dus eigenlijk het belangrijkste.
En als voorloper daarvan heb je remming van factor 10. En wat er gebeurt, is dat de productie van deze stolfactoren in de lever wordt geremd. Dus er komen daadwerkelijk minder van deze stolfactoren. Dat is ook meteen een belangrijk nadeel aan deze middelen. Want op het moment dat ze gegeven worden voor de eerste keer, dan zijn er dus nog van die stolfactoren in de bloedsomloop aanwezig. En omdat die stolfactoren zelf ook een aantal dagen hebben voordat ze uit de bloedsomloop weggaan, duurt het dus even voordat je effect hebt. Namelijk een dag tot 3 à 4 tot het maximale effect daar is. Andersom, op het moment dat je stopt met deze middelen, dan is het erg afhankelijk van de halfwaardetijd hoe lang ze door blijven werken. En die van acetylcholinol is vele malen korter dan die van fenproconazol. Ja, dus acetylcholinol is met 3 tot 5 dagen volledig verdwenen. En bij fenproconazol kun je het hebben over tot wel 3 weken. En op het moment dat de stolfactoren, de vitamine K-antagonisten dus verdwijnen, zal je lichaam weer starten met de productie van de vitamine K-afhankelijke stolfactoren. En zie je dus ook de stolneiging geleidelijk weer toenemen of de bloedingsneiging afnemen, net hoe je het bekijkt. En de mate waarin deze middelen werken, wordt uitgedrukt in de INR, de International Normalized Ratio. Normale mensen die deze middelen niet gebruiken, die hebben een INR van 1. En afhankelijk van het ziektebeeld dat je wilt behandelen, streef je een INR na van 2 of bijvoorbeeld 2,5. Het wordt meestal bereikt met soms 1, soms 2, enkele keer 3 gram milligram vitamine K, of sorry, 1, 2 of 3 milligram acetylcholinol per dag. Alleen het kan nogal verschillen per persoon en ook binnen een persoon per tijdsmoment hoeveel van de acetylcholinol of fenproconazol hij of zij nodig heeft om voldoende antistolling te bewerkstelligen. Als hij bijvoorbeeld een vitamine K-rijke maaltijd heeft gegeten, dan gaat er dus meer vitamine K afhankelijke stolfactoren geproduceerd worden, waardoor de werking van de coumarines afneemt. En dat is de reden dat de werking op regelmatige basis gecontroleerd moet worden door de trombosediensten. En bij iemand die net begint met de behandeling is dat soms wel iedere week. Terwijl iemand die langdurig is ingesteld, die gaat ongeveer nog 1 keer per maand naar de trombosedienst. Die moeten dan dus middels een bloedprik kijken naar de INR. En afhankelijk van hoe goed die INR is ingesteld, hoe stabiel dat is, doseren ze de komende dagen. Dus die patiënten die krijgen dan ook een briefje mee met op maandag moet u 2 pilletjes, op dinsdag 3, op woensdag weer 2 en op donderdag 4. Daarnaast moeten deze patiënten dus uitkijken met vitamine K bevattende voeding. En dat is alle voeding, of in ieder geval alle groenten met een K-klank, die staan er onbekend dat ze vitamine K bevatten. Dus dan kun je denken aan kolen, je kunt denken aan broccoli. Dat moet je natuurlijk niet verwarren met kalium bevattende groenten, wat natuurlijk K+ is. Dus die fout wordt nog wel eens gemaakt. Maar de kolen, de K-bevattende groenten, die bevatten vitamine K. Verder zijn er CYP-interacties om rekening mee te houden. En dat is onder andere met cotrimoxazol. Cotrimoxazol remt de afbraak van acetylcholinol, waardoor het langer in de bloedsomloop aanwezig blijft en waardoor het de INR dus kan doorschieten, zoals we dat noemen. Dusdanig dat er ernstige bloedingsproblemen kunnen optreden. Het couperen doen we allereerst natuurlijk weer via afdrukken, desnoods een operatie. Maar omdat deze middelen werken via vitamine K, heeft het ook effect om vitamine K te geven. En meestal, als je maar voldoende geeft, zie je daar vrij snel binnen een halve tot 1 dag effect van. Heb je nog directer effect nodig, dan bestaat er ook 2, 7, 9 en 10 in een potje. Dat noemen we 4-factorenconcentraat. En als je dat toedient, dan heeft dat dus direct effect op de bloedingsproblemen van de patiënt.
Als laatste therapie kun je nog een bloedtransfusie geven. Belangrijk is dat je dan wel kiest voor een vol bloedtransfusie of een plasmatransfusie, want daar zitten die stolfactoren namelijk nog in. Dan de directe orale anticoagulantia. Daarvan zijn er 4 op de markt in Nederland. En dat zijn dabigatran, rivaroxaban, apixaban en edoxaban. En die remmen direct, zoals de naam al zegt, de stolfactoren. En dabigatran, met de TR in de naam, die remt trombine, wat dus factor 2 is. En de xabannetjes, dus de rivaroxaban, de apixaban en de edoxaban, die remmen factor 10a. Dus dat staat ook in de naam, hè, de XA. De werkingsduur is sterk afhankelijk van de nierfunctie, maar ongeveer 24 uur voor de meeste van deze middelen. In het geval van een nierfunctiestoornis kan dat vele malen verlengd zijn. En omdat we niet precies weten hoeveel verlengd, zijn deze middelen alleen geschikt voor patiënten die geen nierfunctiestoornissen hebben. Bijwerkingen zijn een verhoogde bloedingsneiging, nou, dat is logisch. Alleen omdat deze middelen direct werken, dus niet eerst in de lever iets remmen, maar direct werken, hebben ze ook de grootste effecten op de plek waar de concentratie het hoogst is. En dat is de plek waar ze door de darmwand gaan. Dus we zien bij deze middelen ook meer dan bijvoorbeeld bij de vitamine K-antagonisten intestinale bloedingen. Interacties zijn er vooral met de andere antistollingsmiddelen ook weer logisch. En voor het couperen van de bloeding staat eigenlijk maar één middel, en dat is de idarucizumab. En dat is een middel dat bindt dabigatran. Dus dat zorgt ervoor dat de dabigatran eigenlijk direct onwerkzaam wordt. Voor de 10A-remmers is dat middel nog niet op de markt, maar wel momenteel in ontwikkeling. En dat heet Adexenet Alpha. Toen deze middelen een jaar of 10 geleden op de markt kwamen, toen was er veel over te doen dat ze niet, zoals de vitamine K-antagonisten, een mogelijkheid hadden om te couperen. Nou, inmiddels is er dus de idarucizumab op de markt gekomen, maar in de praktijk blijkt het gelukkig zelden nodig om dat toe te dienen en wordt er vaak volstaan met bijvoorbeeld het afdrukken of een eventuele chirurgische behandeling. Dan de laatste groep als we het hebben over de antistollingsmedicatie. En dat zijn de heparine en de laagmoleculair gewichtsheparines. Heparine is de eerste stof die ontdekt werd. En later zijn de laagmoleculair gewichtsheparines op de markt gekomen. Dat zijn bijvoorbeeld dalteparine en fractieparine. Ze hebben gemeenschappelijk dat ze met name factor 10 remmen en in mindere mate ook factor 2. En de werkingsduur van de heparine is kort. Dermate kort dat het ook via een continu infuus moet worden toegediend. Dus op het moment dat je zou stoppen met toedienen, dan heb je binnen 2-3 uur heb je alweer de volgende gift nodig. En daarom is het niet mogelijk om dat via intermitterende giften te doen. Of althans wordt dat zelden gedaan. Dat is ook tevens een fijne eigenschap als iemand bijvoorbeeld op de intensive care ligt. Met een moeilijke balans tussen het tromboserisico enerzijds en het bloedingsrisico anderzijds. De LMWH's zijn op de markt gekomen juist omdat ze een langere werkingsduur hebben. En die wisselt dan weer sterk naarmate de stof die je geeft. En die varieert dan tussen de 12 en de 24 uur. Voor zowel de heparine als laagmoleculaire gewichtsheparines geldt overigens dat die niet als pil beschikbaar zijn. Dus die worden als spuit toegediend. En dat kan subcutaan of intramusculair zijn. Of in het geval van heparine dus intraveneus. Bijwerkingen zijn weer logisch. De verhoogde bloedingsneiging. Alleen deze groep middelen die heeft ook een bijzondere bijwerking. Dat is namelijk de heparine geïnduceerde trombocytopenie. Komt erop neer dat deze stofjes een activatie van de trombocyten teweeg kunnen brengen. Waardoor je dus juist heel veel stollingsproblemen krijgt. En waardoor je uiteindelijk ook een trombocytopenie krijgt. Oftewel een tekort aan bloedplaatjes. Omdat ze dus allemaal geactiveerd zijn geraakt. Dat is een ernstige bijwerking die gelukkig zelden optreedt.
Couperen geldt weer een beetje hetzelfde voor. Hè? Dus in het geval van heparine zou je het zelfs kunnen kijken wat er gebeurt op het moment dat je het alleen maar stopt. Over het algemeen is afdrukken en chirurgie is een behandeloptie. En in volbloed en plasma, daar zitten de stolfactoren die geremd worden, zitten daar nog in. Dus op het moment dat de middelen al zijn uitgewerkt, zou je dat eventueel kunnen proberen. Hè, maar een nadeel is dat als die middelen net zijn toegediend, dan binden ze natuurlijk net zo hard de net toegediende stolfactoren als de stolfactoren die al in de patiënt zaten. Gelukkig is daar protamine. En protamine dat is met name geschikt voor de gewone heparine. En dat bindt daaraan waardoor het niet meer werkzaam wordt. Grappig weetje van protamine is dat het uit viseiwitten wordt gekweekt. Dus dat patiënten die bijvoorbeeld voor schaaldieren of voor vissen allergisch zijn, dat die een contra-indicatie hebben voor het krijgen van protamine. Dus dat is iets om bedacht op te zijn. In deze overzichtsafbeelding staan de ziektebeelden waar de verschillende middelen geschikt voor zijn. Ja, dus de vitamine K-antagonisten die zijn onder andere geschikt voor boezemfibrilleren, voor een mechanische kunstklep, voor de behandeling van een veneuze tromboembolie, wat weer de verzamelnaam is voor diepveneuze tromboses en longembolieën. Maar ze zijn niet geschikt als er tevens kanker bij komt kijken en ook niet geschikt voor de preventie van dit soort problemen. Ja, wat even opvalt is dat DOAX, die hebben eigenlijk een vrij vergelijkbaar indicatiegebied als de vitamine K-antagonisten, met uitzondering van de mechanische kunstklep. Er zijn wel onderzoeken gedaan met DOAX bij patiënten met een mechanische kunstklep. En die zijn gestopt omdat de patiënten in de behandelgroep eerder overleden dan de patiënten in de vitamine K-groep. Dus om die reden zijn deze middelen daar nooit voor geregistreerd. Heparine is wel voor alle drie deze indicaties geschikt en kan ook bij kanker gebruikt worden. En voor de DOAX geldt dat de eerste trials bij patiënten met kanker inmiddels positief zijn. Dus dat het mogelijk in de nabije toekomst ook daarvoor geschikt gaat worden. Preventie gebeurt met name nog met de laagmoleculaire gewichtsheparines. Die worden namelijk in twee verschillende doseringen gegeven. En je kan een therapeutische dosering geven voor eigenlijk de bovenste vier ziektebeelden. En als je het hebt over preventie, dan geef je een profilactische dosering. Wat vaak in ieder geval één keer daags is ten opzichte van twee keer daags. Maar ook in hoeveelheid is dat vaak vele malen minder. Nou, juist omdat die vitamine K-antagonisten en die DOAX qua indicatiegebied zo op elkaar lijken, is er altijd een beetje een strijd tussen die twee. En die DOAX die bestaan dus pas een jaar of 10. Hè. Sinds 2009 zijn ze op de markt. En de jaren daarna kreeg je steeds meer indicatiegebieden voor deze middelen. Dus pas sinds een jaar of 6, 7 worden ze echt veelvuldig gebruikt. Daar heb ik straks ook cijfertjes van. De voordelen van de DOAX ten opzichte van de vitamine K-antagonist zijn dat er geen bloedcontroles noodzakelijk zijn. En dat de patiënt dus iedere dag 1 of soms 2 DOAX moet innemen. Terwijl dat bij de vitamine K-antagonisten nogal wisselde. Hè? Dan krijg je dat lijstje waar ik net over vertelde. Verder zijn er bij de DOAX geen interacties met de voeding. Dus de spiegel is veel constanter bij DOAX. Het effect, moet ik zeggen, is veel constanter bij DOAX dan bij coumarines. Potentiële nadelen zijn er ook. Aanvankelijk was er met name veel te doen over dat het moeilijker te couperen zou zijn. Maar zoals ik al zei, hè, dus de middelen die gecoupeerd kunnen worden, de dabigatran, dat blijkt in de praktijk zelden nodig. Dus mogelijk dat die angst ongegrond is geweest. Verder zijn ze meer afhankelijk van therapietraal. Als je een keer je DOAC overslaat, dan heeft het een veel groter effect op de stolneiging dan als je een keer je vitamine K-antagonist overslaat. En dat heeft weer te maken met die werkingsduur. En ook al eerder genoemd is dat de DOAX niet geschikt zijn bij nierfunctiestoornissen. Kosten verschillen ook behoorlijk. Als je de goedkoopste vitamine K-antagonist gebruikt, dan ben je voor 6 euro op jaarbasis ben je klaar. En een DOAX kost gemiddeld 850 euro per jaar.
Toch zul je in de praktijk zien dat deze kosten dichter naar elkaar toe trekken. En dat komt omdat bij de vitamine K-antagonisten natuurlijk regelmatige controles noodzakelijk zijn. En die kosten ook geld. En er zijn hele uiteenlopende schattingen van hoeveel dat nou precies kost. Maar het begint bij 138 euro kosten op jaarbasis. Nou, ik noemde net al even dat we de afgelopen jaren steeds meer DOACs zijn gaan schrijven. En daar heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik een mooie interactieve animatie voor gemaakt. En die zien jullie hier. Ja, dus in de eerste helft van 2008 werden er nog helemaal geen DOACs gebruikt. En als je dan kijkt vanaf ongeveer 2010, nou, toen zat afhankelijk van de regio 2 of iets meer procent zat aan de DOAC. Kijk je naar 2012, dan wordt het allemaal weer wat geler of zelfs groener. En vanaf 2014 zie je echt een toename van het aantal gebruikers over de laatste jaren. En dat komt dus enerzijds door de voordelen ten opzichte van de vitamine K-antagonisten. En anderzijds komt dat doordat er steeds meer indicaties bij zijn gekomen. Aanvankelijk was het alleen geschikt voor de diepveneuze tromboses en inmiddels dus ook voor atriumfibrilleren. En nu begint hij weer opnieuw. We zijn aan het einde gekomen van het eerste deel van deze presentatie, die ging over de verschillende vormen van antistolling. We hebben de werkingsmechanismen besproken, we hebben de indicatiegebieden besproken en dus het belangrijke verschil tussen DOACs en coumarines. We gaan nu de andere ziekte wel langs in dit college en dan zullen we ook inzoomen op de andere behandelvormen. En allereerst is dat boezemfibrilleren. En boezemfibrilleren is een ziekte, een ritmestoornis die supraventriculair ontstaat. Oftewel boven de ventrikels, oftewel in de atria. En waar er normaal gesproken vanuit de sinusknoop een pacemaker signaal wordt gegeven met een x aantal keren per minuut, wordt dat dan via de atria doorgegeven naar de AV-knoop, de atrioventriculaire knoop, die het vervolgens via de bundel van His doorgeeft naar de ventrikels. Dat is de normale situatie. In het geval van boezemfibrilleren ontstaan de signalen niet keurig in die sinusknoop met een bepaalde frequentie, maar ontstaan ze her en der verspreid in de atria. En die gaan dan dus ook niet met een standaardfrequentie, maar soms met meer dan 300 keer per minuut. Op je hartfunctie heeft dat weinig invloed. Dus die atria die pulseren dan met 300 keer per minuut. Maar zolang de ventrikels niet meedoen, en daar zorgt de AV-knoop voor, zal dat op je hartfunctie weinig invloed hebben. Het zorgt er wel voor dat er in die atria turbulente bloedstroom plaatsvindt. En dat met name in het hartoortje bloed stil kan komen te staan. En daar kan het dan dus gaan stollen. En als je stolsels krijgt in je atria, dan kunnen die losschieten en die kunnen dan vervolgens via de aorta de lichaamscirculatie inschieten. En bijvoorbeeld hier naar de hersenen gaan en daarvoor een herseninfarct zorgen. Dat is één deel. Het andere deel is dat die AV-knoop ook op hol kan gaan slaan. Gevolg daarvan is dat er dan dus meer dan de normale hoeveelheid stroompjes worden doorgelaten. Nou zullen dat er over het algemeen geen 300 zijn, hè? Dus die AV-knoop die heeft wel een vertragende werking, maar die kan soms wel de helft van de stroompjes door gaan geven. Waardoor dus je hartslag in ene ook met 150 keer per minuut gaat. En dat is fijn op het moment dat je aan het inspannen bent, dat je aan het hardlopen bent, maar op het moment dat je gewoon in rust bent, kan dat hele vervelende klachten geven. En het hart houdt dat ook niet lang vol. Dus dat is een andere behandeldoel als we het hebben over boezemfibrilleren. Nou, hier heb ik dat nog één keer uitgelegd. Hè. Dus de atria die depolariseren door al die ectopische plekjes anders dan de sinusknoop die gaan vuren. Daardoor gaan die atria ongecontroleerd bewegen. En in sommige gevallen kan er dus ook een onregelmatige en snelle hartslag plaatsvinden.
En dat ziet er op het ECG dan als volgt uit. Dus hier zie je de atria allemaal fibrilleren en er zijn geen duidelijke P-toppen meer te herkennen. En er wordt op onregelmatige momenten wordt de stroom doorgegeven aan de ventricels die dan zorgen voor de rest van het QRS-complex. Behandeldoelen heb ik eigenlijk net al genoemd, want je wilt dus voorkomen dat er stolsels ontstaan, met name in het hartoortje. En we weten dat die stolsels met name ontstaan naarmate er naast het boezemfibrilleren ook andere risicofactoren aanwezig zijn. En voor die risicofactoren hebben we de CHA2DS2-score. En op het moment dat iemand een CHA2DS2-score heeft hoger dan 1, dan komt hij in aanmerking voor de behandeling met antistollingsmedicijnen. Nou, zo'n CHA2DS2-score van 1, daar zit je al vrij snel aan. Want bijvoorbeeld voor een hoge bloeddruk krijg je een score. Voor een leeftijd boven de 65 krijg je al een score. En voor een leeftijd van boven de 75 krijg je zelfs 2 punten. Voor hartfalen krijg je een punt. Voor een herseninfarct in het verleden krijg je een punt. En opvallend genoeg krijg je ook voor vrouw zijn een punt. Ik heb ze niet allemaal genoemd, maar zo merk je dus dat je al vrij snel aan die CHA2DS2-score boven de 1 zit. En dus recht hebt op een behandeling met antistollingsmedicijnen. Kan zijn met een orale variant, zoals de DOACs of de vitamine K-antagonisten, maar minder gebruikt omdat ze niet oraal beschikbaar zijn, zijn de heparines en de laagmoleculaire gewichtsheparines. Een ander belangrijk behandeldoel is het tegengaan van de klachten die optreden door die onregelmatige en snelle hartslag. En dat kunnen klachten zijn zoals het ervaren van hartkloppingen, maar dat kunnen ook klachten zijn die ontstaan doordat er pompkrachtverlies optreedt. Als een hart vaak genoeg samentrekt, dan is er op een gegeven moment weinig vullingstijd, waardoor het hart per pomp eigenlijk veel minder bloed wegpompt en de cardiac output dus afneemt. Mensen kunnen ineens de trap niet meer op, bijvoorbeeld. Nou, dat kunnen we op twee verschillende manieren behandelen. We kunnen rhythm control nastreven en dat betekent dat je je best doet om het boezemfibrilleren te herstellen naar een zogenaamd sinusritme, naar het normale ritme. En dat ritmecontrole, dat kan op verschillende manieren. Dat kan middels een elektrische schok. Worden mensen kortdurend onder narcose gebracht en dan krijgen ze een elektrische schok met als doel om het hartritme te herstellen. En dat kan ook met antiaritmische medicijnen, zoals bijvoorbeeld flecainide of amiodarone. Deze middelen, dat zijn vrij specialistische middelen die met name door de cardioloog worden voorgeschreven, net als de elektrische schokken overigens. Daar wil ik niet te diep ingaan op dit college. Ik wil wel de rate control behandelen. En wat je dan doet, is accepteren dat het boezemfibrilleren bestaat. Dus die boezems, die laat je lekker 300 keer per minuut samentrekken. Want dat geeft immers toch geen symptomen. Maar je gaat wel voorkomen dat de stroompjes worden doorgegeven door de AV-knoop en dat ze dus ook zorgen voor een ventrikelslag, die frequentie, die te snel of te onregelmatig is. Middelen die we daarvoor kunnen gebruiken zijn beta-blokkers, non-dihydropyridine, calcium-antagonisten en digoxine. Omdat we de DOACs, vitamine K-antagonisten, heparines en laagmoleculaire gewichtsheparines al besproken hebben, gaan we nu dus focussen op de beta-blokkers, de non-dihydropyridines en de digoxine. Te beginnen met het eerste, met de beta-blokker. En om dat goed te kunnen uitleggen is het belangrijk dat je weet waar in het lichaam je allemaal beta-adrenerge receptoren hebt en wat hun functie is. En we hebben twee soorten beta-adrenerge receptoren, namelijk de beta-1 en de beta-2 receptoren. Die beta-1 receptoren die vind je voornamelijk in het hart, waar ze zorgen voor een contractiekracht en voor de hartfrequentie. En dat doen ze met name via de AV-geleiding. Ook heb je beta-1 receptoren in de nier. En daar zijn ze verantwoordelijk voor de renineproductie in het juxtaglomerulaire apparaat. En zoals jullie inmiddels weten is renine de eerste R in het RA-systeem. Dus uiteindelijk zorgen ze voor activatie van het RA-systeem en dus bloeddrukverhoging.
De beta-2-receptoren die vind je vooral in de longen. Daar zorgen ze voor verwijding van de bronchiën, dus het open blijven van de luchtwegen. En in de kleine bloedvaatjes, waar ze zorgen voor verwijding ook. Nou, wat je doet met een beta-blokker is het remmen van deze receptoren. Dus wat je dan krijgt is een afname van de contractiekracht. Dat noemen we negatieve inotropie. Een afname van de hartfrequentie, negatieve chronotropie. En dat komt voornamelijk door afname van de AV-geleiding, wat ook een eigen naam heeft, namelijk de negatieve dromotropie. In de nier wordt de afgifte van renine geremd, dus is er een afname van het RAS-systeem en dus een afname van de bloeddruk. In de longen wordt de bronchiën niet meer verwijd, dus hebben ze de neiging om te gaan vernauwen. En in de kleine bloedvaten zie je ook geen verwijding meer, maar treedt er vernauwing op. In termen van werking en bijwerking zorgt dat eerste dus voor een bradycardie, een vertraging van de hartslag en minder zuurstofbehoefte voor de hartspier. Heel simpel, als hij minder vaak gaat pompen, heeft hij ook minder zuurstof nodig. Nadeel is dat het grote invloed heeft op de inspanningstolerantie. Patiënten die eerder 18 holes konden golven, die redden er nu nog maar 3. En even de trap oprennen is er voor sommige patiënten die beta-blokkers gebruiken ook niet meer bij. Nou, voor de nier zorgt het dus voor bloeddrukverlaging. En als je het hebt over bijwerkingen, kan die bloedverlaging ook te sterk worden. En dat merken met name mensen bij het opstaan. Dus dan hebben ze last van orthostatische hypotensie, een lichtgevoel in het hoofd bij opstaan. Eventueel zelfs flauwvallen erbij met alle gevolgen van die. Als je het hebt over longen, nou, dan geeft bronchusvernauwing astmatische klachten. Eigenlijk vergelijkbaar met hoe astma dat doet. Dus het heeft alleen maar ongewenste effecten. En hetzelfde geldt eigenlijk voor die bloedvatvernauwing. Want omdat het met name in de kleine vaten is, zul je zien dat mensen koude handen krijgen. En zeker als ze al doorbloedingsstoornissen hebben, dan kan dat verergeren onder invloed van remming van de beta-2-receptoren. Samenvattend zien we dus bij de beta-1-receptorblokkade dat dat zowel gewenste als ongewenste effecten geeft. Maar in het geval van de beta-2-receptoren geeft dat eigenlijk alleen maar ongewenste effecten. Je wilt dus bij voorkeur een beta-blokker kiezen die vooral die beta-1-receptoren remt en zo min mogelijk de beta-2-receptoren. Nou, gelukkig bestaan die. Dat is weergegeven in deze afbeelding. Want sommige beta-blokkers die vinden we selectief. En dat is dan selectief tot een bepaalde dosering. En dat is dus bijvoorbeeld de veelgebruikte metoprolol in kortwerkende en langwerkende variant. En atenolol, een andere veelvoorkomende beta-blokker. Maar dus niet bijvoorbeeld de propranolol en de sotalol. Dus daar zie je meer die bijwerkingen bij. En let wel op, hè, dus het, de selectiviteit is niet een ja of een nee fenomeen. Het is altijd zo dat het voorkeuren heeft voor die beta-1-receptor, maar het zal altijd ook een beetje de beta-2-receptor blokkeren. En naarmate de dosering hoger wordt, hè, dan is er ook een maximale dosering aan de selectiviteit, zal dat effect ook groter worden. Dus als we net als voor de antistollingsmedicijnen voor de beta-blokkers een mooie samenvattingsslide maken, dan hebben we het in het geval van beta-blokkers over alle stofjes die eindigen op LOL, LOL, zoals metoprolol, atenolol, bisoprolol, etc. De werking kan dus enigszins verschillen of je te maken hebt met een selectieve of een niet-selectieve. Waarbij selectief voornamelijk, niet alleen, voornamelijk de beta-1-receptoren remt in de hart en de nieren. En de niet-selectieve zowel beta-1 als beta-2-receptoren remt. Bijwerkingen zijn al genoemd. Behalve de levendige dromen. Dat is een bijwerking van met name de lipofielere beta-blokkers. Dus de middelen die over de bloed-hersenbarrière kunnen. Die hebben dit als vervelende en vrij veel voorkomende bijwerking. Interacties zijn er met andere middelen die de hartfrequentie verlagen. Zoals de middelen die we straks gaan bespreken.
En andere middelen die de bloeddruk verlagen, omdat daar ook weer een verhoogde kans is op het krijgen van die orthostatische hypotensie en eventueel zelfs valneiging. Contraindicaties zijn eigenlijk ook vanzelfsprekend als je de bijwerkingen kent. Ernstig astma is met name voor die selectieve, voor die niet-selectieve, maar als het ernstig genoeg is, ook voor de selectieve beta-blokkers een contraindicatie. En datzelfde geldt voor de stoornissen in de perifere doorbloeding. Door de werking van de beta-blokkers kunnen ze bestaande geleidingstoornissen, zoals hooggradige AV-blokken, verergeren. Waardoor mensen een hartstilstand kunnen krijgen. En dat is dan ook een contra-indicatie voor het starten van beta-blokkers. Dan gaan we door naar de calcium-antagonisten. Calcium-antagonisten hebben we in twee soorten. Te weten de dihydropyridines. En die kunnen we herkennen aan dat ze eindigen op dipine. Voorbeelden zijn amlodipine, nivedipine en bijvoorbeeld velodipine. Ze remmen de L-type calciumkanalen in de arteriële vaatwand. En daarmee zorgen ze allereerst voor een bloeddrukverlaging, zoals dat ook besproken is in het college antihypertensiva. En in tweede instantie, en daar komen we straks even op terug, zullen ze ook enigszins een verlaging geven van de pompweerstand van het hart. En dat is relevant als je het hebt over bijvoorbeeld behandeling van angina pectoris. Anderzijds heb je de non-dihydropyridines, hele originele naam. En dat zijn verapamil en diltiazem. Die kun je dus niet herkennen aan een achtervoegsel, maar die moet je gewoon onthouden. Die hebben precies diezelfde werking op de arteriële vaatwand, maar die remmen daarnaast nog de hartspier. En dat doen ze eigenlijk vergelijkbaar met de beta-blokker, doen ze dat op de contractiekracht. Dus ze werken negatief inotroop, ze remmen de contractiekracht. En dat doen ze ook op de hartfrequentie. Ze werken negatief chronotroop en dat doen ze met name door remming van de AV-geleiding. Dus dat is negatief dromotroop. Logischerwijs hebben de non-dihydropyridines, die hebben een indicatie bij de ritmestoornissen, zoals het boezemfibrilleren. Want de dihydropyridines, die doen niks op die hartspier. En ze hebben dus voornamelijk, vanwege die remming op de hartspier, hebben ze bijvoorbeeld ook bij angina pectoris, gaan we straks bespreken, hebben ze effecten. De dihydropyridines die worden vooral gebruikt bij hypertensie, maar die hebben ook enige effecten bij angina pectoris en die zijn sinds kort ook doorgedrongen tot de richtlijn. Samenvattingsslide van de calciumantagonisten, dus dat zijn alle stofjes die eindigen op dipine, verapamil en diltiazem en die blokkeren de calciumkanalen in vaatwand en in het geval van de non-dihydropyridines ook in het hart. Bijwerkingen die zijn sinds te verklaren, want als de vaten open gaan staan, dan kun je je voorstellen dat ze ook een beetje gaan lekken. En dat is inderdaad ook wat we zien bij de dihydropyridine calciumantagonisten zien we uideen optreden als vervelende bijwerking. En de vasodilatatie geeft ook een verhoogde bloedstroom in het brein, wat hoofdpijn kan veroorzaken. In het geval van de non-dihydropyridines hebben we, vergelijkbaar met de beta-blokkers, ook weer een verminderde inspanningstolerantie. Interactie is er logischerwijs met andere bloeddrukverlagers, met hartverdragende medicatie, zoals de beta-blokkers en de digoxine. Dat is natuurlijk als we het hebben over de non-dihydropyridines. En deze middelen hebben ook CYP-interacties. Waarbij het belangrijk is om te weten dat de meeste dihydropyridines een substraat zijn voor 3A4. Dus dat die bijvoorbeeld niet gebruikt mogen worden met grapefruitsap of met andere remmers van dat CYP3A4. En de non-dihydropyridines, dat zijn remmers van die CYP3A4. Dus die mogen weer niet bijvoorbeeld gebruikt worden met simvastatine of met de dihydropyridines. Nou is er eigenlijk geen reden om deze middelen te combineren. Dus dat is niet een interactie die je veel tegenkomt. Maar andere substraten voor 3A4, daar is dus ook een interactie mee. Contraindicaties, ook eigenlijk weer vergelijkbaar met de beta-blokker, namelijk de geleidingstoornissen.
Alleen anders dan de beta-blokken, want die gebruiken we juist bij hartfalen, zijn calcium-antagonisten van de non-dehydropyridine variant gecontra-indiceerd als er ook hartfalen is. Dan gaan we door naar digoxine. Digoxine wordt gewonnen uit het vingerhoutskruid. Dat hebben jullie vast allemaal wel eens gezien. En dat werkt door remming van de natrium-kalium-wisseltransporter in de hartspiercellen. Gevolg daarvan is dat er meer intracellulair natrium is, wat weer uitgewisseld kan worden tijdens de contractiefase voor calcium. Waardoor er dus ook meer calciuminflux is en de contractiekracht toeneemt. Anders dan de hiervoor besproken middelen is digoxine dus positief inotroop. Het versterkt de contractiekracht van het hart. Maar het is wel negatief chronotroop en negatief dromotroop. Het verder opvallend is aan digoxine is dat het een erg groot verdelingsvolume heeft van wel 7,5 liter per kilogram. En dat laat zich blijken uit de opvallend hoge oplaaddosering die nodig is. Meestal geven we patiënten die nog niet bekend waren met digoxinegebruik, die geven we een dosering van 1 tot maximaal 1,5 milligram om mee te beginnen. En vervolgens hebben ze aan 1 zestiende of 1 vierde milligram genoeg. Dus in sommige gevallen geven we meer dan 16 keer zoveel de eerste keer als dat we de rest van de dagen doen. Dus dat is opvallend en dat is te verklaren door het grote verdelingsvolume. Samenvattingsslide van de digoxine. Het is dus een positief inotroop, maar negatief chronotroop en negatief dromotroop. Bijwerkingen zijn geleidingstoornissen. Logisch als je de werking kent. En dat uitzicht is met name in een vertraagde hartslag. Interacties zijn er met het P-glycoproteïne. Daar is digoxine een substraat voor. En er zijn andere geneesmiddelen die dat kunnen remmen of induceren. Wat vervolgens weer grote invloed heeft op de spiegel van digoxine en daarmee dus ook de werkzaamheid van de digoxine. Verder werkt het dus op die natrium-kalium wisseltransporter. En als er al een laag kalium is in het lichaam, dan geeft dat eerder aanleiding tot toxiciteit van de digoxine. En toxiciteit kan heel vervelend zijn, dat zijn namelijk die ernstige geleidingsstoornissen. Die eventueel zelfs dodelijk kunnen verlopen. Andere interactie is er logischerwijs met andere hartvertragende medicatie, zoals de beta-blokkers. En hier staat digoxine, maar dat moet natuurlijk de calcium-antagonisten van de non-dihydropyridine variant zijn. Contraindicaties, ook logisch, dat zijn namelijk al bestaande geleidingsstoornissen of een al bestaande hypokaliemie. Dat wat betreft de digoxine. Gaan we door naar het volgende ziektebeeld om te bespreken en dat is angina pectoris. Ook wel AP genoemd. En dat ontstaat door een niet volledige occlusie van een coronair. Of in een enkel geval is het wel een volledige occlusie, maar dan is het niet van een dominante coronair. En een coronair is Latijn voor kransslagader. En dat zijn dus de slagaders die de hartspier zelf van bloed voorzien. Door die vernauwing is er een disbalans tussen de zuurstofbehoefte van die hartspier enerzijds en de zuurstofaanvoer anderzijds. En die zuurstofbehoefte die neemt toe op het moment van inspanning, bijvoorbeeld lichamelijke inspanning, sporten of even de trap oplopen of de brug op fietsen. Maar kan ook toenemen als er emotionele spanning is of als mensen plots de koude lucht binnenstappen. Eigenlijk alles waar je hart harder van moet gaan werken. En als je het hebt over ziektebeelden, dan kan dat bijvoorbeeld ook koortsende ziekte zijn. Daar krijg je ook een versnelde hartslag van. Of ritmestoornissen, zoals het boezemfibrilleren wat we eerder bespraken. Anderzijds, de zuurstofaanvoer dus, die wordt verminderd door die vernauwing in die kransslagader. Maar die kan verder worden verminderd door bijvoorbeeld longziekten, zoals COPD of astma of een ernstige longontsteking. Maar ook door bloedarmoede, door een verlaagde bloeddruk, eventueel zelfs shock. Het zijn allemaal redenen waarom die zuurstofaanvoer verminderd wordt.
en mensen dus eerder last hebben van angina pectoris. Last is dat dan? Nou, dat is dus juist op die momenten die ik net besprak, krijgen mensen een drukkend gevoel op de borst. En dat wordt ook wel omschreven als het gevoel alsof er een olifant op de borst zit. We gaan straks hartinfarct bespreken. En het is voor patiënten heel moeilijk om onderscheid te maken tussen pijn van angina pectoris en pijn van een hartinfarct. En dat is ook de reden dat we onderscheid maken tussen stabiele angina pectoris en instabiele angina pectoris. En stabiel is dat er door die vernauwing dus te weinig zuurstoftoevoer is, maar dat dat alleen op het moment is van een verhoogd zuurstofgebruik, zoals die inspanning, die emoties, etc. Op het moment dat er ook in rust klachten zijn, of het moment dat de klachten wel ontstaan bij inspanning, maar niet meer verdwijnen in rust, dan spreken we van instabiele angina pectoris. Het heeft belangrijke consequenties voor de behandeling, want die van stabiele angina pectoris is namelijk primair medicamenteus en enigszins op leefstijl gericht. Maar pas in hele ernstige gevallen worden er dotterbehandelingen overwogen. En in nog ernstige gevallen soms ook bypassoperaties. En dat noemen we samen revascularisaties, dus het herstellen van de opening in de bloedvat. Bij instabiele angina pectoris en ook bij hartinfarcten is dat andersom. Dan is de therapie primair gericht op revascularisatie en geven we daarnaast ook een medicamenteuze behandeling. We onderscheiden in de behandeling van de stabiele angina pectoris, dus de instabiele en hartinfarct, die gaan we straks bespreken, onderscheiden we drie behandeldoelen. En dat is allereerst de aanvalsbehandeling. En het doel daarvan is het zo snel mogelijk stoppen van de huidige aanval. Er hebben we één groep medicamenten voor die daarvoor geschikt is. En dat zijn de kortwerkende nitraten. Een ander behandeldoel is het verminderen van het aantal aanvallen. Dat noemen we onderhoudsbehandeling. En middelen die daarvoor geschikt zijn, die hebben we eigenlijk al besproken. En dat zijn namelijk de beta-blokker en de dihydropyridine calciumantagonist. Maar misschien nog wel effectiever zijn de non-dihydropyridine calciumantagonisten. Vanwege dus het feit dat die ook direct op die hartspier aangrijpen. En de langwerkende nitraten, dat zijn langwerkende varianten van de middelen die we voor de aanvalsbehandeling geven. Ik zal straks ook nog iets verder vertellen waarom de dihydropyridine calciumantagonist mogelijk toch wel enig effect heeft op de onderhoudsbehandeling. Laatste behandeldoel, dat is de cardiovasculaire preventie, oftewel het tegengaan van toekomstige atherosclerotische problemen. En daarvoor geven we salicylaten, net al besproken, en statines, cholesterolverlagers. Dus hier schuin gedrukt wat we al besproken hebben en hier dik gedrukt wat er nu aan bod gaat komen. En dat zijn dus allereerst de kortwerkende nitraten. En die werken, dat zijn nitroglycerine spray, hier op de afbeelding te zien. Het is een van de weinige geneesmiddelen die als een spray wordt toegediend en die wordt onder de tong gespoten, waarna die daar snel wordt opgenomen. En isosorbide dinitraat. Wat een smelttabletje is, ook voor onder de tong. Beide middelen werken eigenlijk hetzelfde, namelijk via een sterke veneuze vaatverwijding. Dus dat betekent dat de aders van het lichaam, dus niet de slagaders, maar de aders van het lichaam, erg open gaan staan. Gevolg daarvan is dat er minder bloed terugstroomt naar het hart. Dat blijft in die aders staan. En omdat het hart via het zogenaamde Frank-Starling-mechanisme geneigd is om al het bloed wat er aankomt ook weg te pompen, zorgt dat daardoor voor een verminderde zuurstofbehoefte van het hart. Die nitraten die werken niet alleen maar veneus, die doen ook wel iets op de arteriële vaten. Maar het is een absoluut misverstand dat deze middelen werken doordat ze de kransslagaders weer openzetten. Want die effecten die zijn echt heel gering.
Juist omdat die vaten, dus de aders, zo ontzettend open gaan staan, kan de bloeddruk ineens veel lager worden. En dat betekent dus ook dat de mensen deze middelen zittend of soms zelfs liggend moeten innemen. Omdat ze anders kunnen flauwvallen door de plots lage bloeddruk. Een ander belangrijk iets aan deze middelen is dat we ze niet alleen als therapie gebruiken, maar ook als diagnosticum. Want de definitie van stabiele angina pectoris, heb ik net al genoemd, hè, dat was dat het optreedt op momenten van inspanning en ook weer overgaat op het moment dat die inspanning weg is. Of overgaat op het moment dat je een kortwerkend nitraat toedient. Dus op het moment dat deze middelen niet effectief zijn, dan kan er sprake zijn van een instabiele AP of in een ernstig geval zelfs van een hartinfarct. En om die reden moet je patiënten altijd instrueren dat ze dit middel 3 keer innemen met tussenpauzes van zo'n 15 minuten. Van zo'n 5 minuten. En hebben ze dan dus in totaal na 15 minuten nog geen effect, dan is dat reden om in ieder geval contact te hebben met de dokter en in veel gevallen zelfs om een ambulance in te schakelen. En dat is dus omdat het voor een patiënt vaak moeilijk is om het verschil te voelen tussen een hartinfarct enerzijds en een aanval van angina pectoris anderzijds. Hier nog 1 keer de samenvattingsslide. En dus dat zijn de middelen nitroglycerine en isosorbide dinitraat. Dat zijn de kortwerkende varianten. En isosorbide mononitraat is de langwerkende variant. Ze werken allemaal hetzelfde, namelijk door een verlaging van de veneuze vasodilatatie, daarom van de preload van het hart, waardoor die minder gaat wegpompen, waardoor de zuurstofbehoefte afneemt. Bijwerkingen zijn dus die forse hypotensie, en net niet genoemd, maar ook veel voorkomend bij andere vaatverwijders is de hoofdpijnklachten. Interacties zijn er met andere middelen die vaatverwijderend werken. En daar zijn met name de middelen tegen erectiele dysfunctie, die staan er onbekend. Dus als iemand Viagra heeft gebruikt, dan mag hij niet de dag daarna nitraten gebruiken. Of althans, dat zal wel moeten. Dus het is belangrijk dat je iemand dan extra goed instrueert over de mogelijke gevaren daarvan. En dat is dus met name het optreden van die forse hypotensie. Dat kan na het gebruik van Viagra kan dat extra erg zijn. Contra-indicaties voor het gebruik, dat zijn ernstige ziektebeelden, zoals een hele lage bloeddruk, ook wel shock genoemd. Dat zal zelden voorkomen bij een patiënt die gewoon tegenover je zit. Als laatste middel voor de behandeling van de angina pectoris geven we ook statines. En statines zijn besproken in het andere college over diabetes en lipideverlaging. Maar omdat ze mogelijk ook effect hebben op de vaatwand, en omdat we weten dat een verlaging van het cholesterol sowieso goed is bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden, geven we deze middelen ook aan patiënten met angina pectoris. Grappig genoeg weten we dat die middelen effectief zijn onafhankelijk van het cholesterol. Dus als iemand een bijna normaal cholesterol heeft, maar wel angina pectoris, dan heeft hij nog steeds baat bij behandeling met statines. Dus we kunnen het niet volledig verklaren aan de hand van alleen het cholesterolverlagende effect. En de hypothese is dus dat er ook gunstige effecten zijn op de vaatwand, waarbij er wordt besproken dat het de atherosclerotische plak mogelijk wat zou stabiliseren, waardoor er minder snel een scheurtje optreedt en er dus minder snel een trombus ontstaat. Nou, de middelen werken allemaal via remming van het HMG-CoA-reductase in de lever. En ze staan erom bekend dat met name de simvastatine en de atorvastatine substraat zijn voor CYP3A4.
En dus niet gebruikt mogen worden in combinatie met grapefruitsap en de eerder genoemde non-dihydropyridines. Contraindicaties zijn er niet of nauwelijks. En die er zijn, dat zijn eigenlijk allemaal ernstige leverziektes. Bijwerkingen. Dus ze staan erom bekend dat ze spierpijn kunnen geven. Dat is ongetwijfeld ook besproken in het andere college. Maar dat is een bijwerking die, als je echt gaat tellen, zeer weinig optreedt. Minder dan 1% van de mensen heeft last van die bijwerking. Oké, dan het één na laatste ziektebeeld wat we vandaag gaan bespreken. Dat is het hartinfarct. En de behandeling van instabiele AP, die lijkt daar heel erg op. Dus die mag je ook hetzelfde zien. De pathofysiologie is dat er nu dus niet een vernauwing is in de kransslagader, maar een volledige afsluiting. Zoals eerder genoemd, komt dat eigenlijk bijna altijd doordat er zo'n aterosclerotische plak geruptureerd is, waardoor er vaatschade, endotheelschade optrad en er een trombus op is gekomen. Gevolg daarvan is dat er helemaal geen bloed meer kan naar de achterliggende hartspier en dat deze dus zal infarceren. En we maken onderscheid tussen een ST-elevatie myocardinfarct en een non-ST-elevatie myocardinfarct. En het verschil kun je zien op het ECG. Op het moment dat er op het ECG sprake is van elevatie van het ST-segment, spreek je van een STEMI. En dat is een aanwijzing dat de volledige dikte van de hartspier is betrokken bij het hartinfarct. Dat is dus een prognostisch ongunstig teken. En dat is dus een indicatie om extra stevig te behandelen. Dat betekent dat een STEMI, die moet zo snel mogelijk, dus ook acuut, ook midden in de nacht, moet die een dochterbehandeling of in een enkel geval een bypassoperatie ondergaan. In het geval van een non-STEMI kan dat enkele dagen wachten. Dus dan is de behandeling veel meer gericht op de medicamenteuze therapie dan op de revascularisatie. Ik ga nu niet in op de acute medicatie. Ja, dus op het moment dat iemand nog pijn op de borst heeft, dan behandelen we hem vaak met stevige pijnstilling of met nitraten. En eventueel ook met een heparine-achtige, om te zorgen dat het stolsel snel oplost. Maar ik wil vooral over de periode nadien gaan praten. En dan geven we de Golden 5 aan medicatie. Dat zijn 5 verschillende medicamenten die iemand voor zijn hartinfarct krijgt. En lang niet alle patiënten met een hartinfarct die waren eerder bekend met bijvoorbeeld angina pectoris. Ja, dus het kan ook zijn dat een patiënt die de ene dag nog geen pillen gebruikte, dat hij een dag later 5 verschillende pillen moet gebruiken omdat hij een hartinfarct heeft gekregen. Dat zijn een salicylaat, meestal acetylsalicylzuur, gecombineerd met een P2-E12 remmer. En dat is dan of ticagrelor of clopidogrel, waarmee het meestal wordt gecombineerd. En die laatste geven we dan, ja, afhankelijk van wat er precies aan revascularisatie is gedaan, geven we over het algemeen gedurende 1 jaar. Dus iemand gebruikt 1 jaar dubbele antiplaatjestherapie, dubbele plaatjesaggregatieremming. Daarnaast krijgt de patiënt een beta-blokker, een ACE-remmer en een statine. Nou, weer schuin gedrukt de middelen die we al besproken hebben. Dus de ACE-remmer gaan we nu bespreken. En ACE-remmers, dat zijn middelen die eindigen op pril. Zoals lisinopril, enalapril, fosinopril, etc. Ze werken allemaal door remming van de angiotensine converting enzyme. En dat is het enzym dat angiotensine 1 omzet in angiotensine 2. Het is dus een remmer van het RAAS-systeem. En dus geeft het ook bloeddrukverlaging, zoals is besproken in het college antihypertensiva. De reden dat we hem vandaag opnieuw bespreken, is omdat ze ook helpen bij het remmen van de remodellering van de hartspier.
Die remodellering, dat is eigenlijk de belangrijkste oorzaak dat er falen ontstaat bij patiënten die een hartinfarct hebben gehad. Het geven van een ACE-remmer aan patiënten na een hartinfarct zorgt er dus voor dat ze minder snel hartfalen krijgen. Dus daarom is het een hoeksteen van de behandeling en is het onderdeel van de Golden 5 aan medicatie. Bijwerkingen zijn inmiddels bekend. Hè. Ze staan erom bekend dat ze een kriebelhoest geven. En in dat geval kunnen ze vervangen worden voor een angiotensine receptorblokker, oftewel een ARB. En ook van die middelen is bekend dat ze vergelijkbaar werken op de hartspier. De overige interacties en contra-indicaties zijn uitvoerig aan bod gekomen in het college antihypertensiva. Dus daar wil ik nu niet te lang bij stilstaan. Dan het laatste ziektebeeld. Hij is al een paar keer gevallen. Maar hartfalen is wat we als laatste gaan bespreken. En dat is eigenlijk niks meer of minder dan een verminderde pompfunctie van het hart. En daar zijn vele oorzaken van. Het hartinfarct is er een van. Een ritmestoornis is een andere. Zeker als die ventrikels langdurig meegaan, dan kan er een zogenaamde tachycardiomyopathie ontstaan. Waardoor de hartspier gewoon ook minder krachtig wordt. Langdurig tegen een hoge bloeddruk inpompen is schadelijk voor de hartspier. Er zijn genetische oorzaken, er zijn infectieuze oorzaken, er zijn auto-immuunziektes die hartfalen kunnen veroorzaken. Over de pathofysiologie wil ik nu niet te veel ingaan, maar wel over de behandeldoelen. En dat zijn er eigenlijk twee. Namelijk het tegengaan van acute overvulling en het behouden van de hartfunctie. Omdat de middelen eigenlijk grotendeels op allebei de behandeldoelen een beetje ingrijpen, heb ik ze verder niet opgesplitst. Maar beta-blokkers die halen eigenlijk misschien een beetje contra-intuïtief om te geven. Ja, want zoals we eerder bespraken, zijn beta-blokkers die zijn negatief inotroop en negatief chronotroop. Dus ze verminderen de cardiac output. Dus het lijkt heel contra-intuïtief om dat te geven aan patiënten die al een verminderde pompfunctie van het hart hebben. Toch weten we dat als we dat doen, dat de patiënten langer leven. En dat heeft er waarschijnlijk mee te maken dat je het hart minder op zijn maximale capaciteit laat pompen, waardoor er uiteindelijk minder progressie is van het hartfalen. De ACE-remmer, deels vanwege de remodellering die we bespraken, deels ook omdat je er op die manier enig vocht van verliest. En dat dus de zogenaamde acute overvulling, het te veel vasthouden van vocht, tegengaat. Dat is ook de belangrijkste reden dat we listdiuretica geven. Dat ga ik straks verder uitleggen. En spironolactone. Als laatste, en dat doen we vaak als hartfalen bijvoorbeeld gecombineerd wordt, of in combinatie optreedt, met ritmestoornissen, dan kunnen we digoxine geven. En digoxine is dus juist positief inotroop. En dat was vroeger was dat ook de belangrijkste en bijna enige behandeling tegen hartfalen die er was. Tegenwoordig blijkt de beta-blokker op de lange termijn effectiever. Nou, schuin gedrukt de middelen die we al besproken hebben. Dus we gaan nu in op de listdiuretica en op de spironolactone. En ik noem hier specifiek spironolactone omdat het meest gebruikte is. Maar je zal straks zien dat we het gaan hebben over kaliumsparende diuretica. Dus we gaan het eigenlijk hebben over twee vormen van diuretica. Hier in deze afbeelding weergegeven is het aangrijpingspunt van de verschillende diuretica. En zoals je ziet zijn de thiazides, wat eigenlijk de meest gebruikte groep van diuretica is, die grijpen na de list van Hemda aan. En de listdiuretica die grijpen, zoals de naam al zegt, die grijpen in de list van Hemda aan. En omdat we hier de glomerulus hebben en hier de voorurine, kun je dus eigenlijk stellen dat de remming hier grotere effecten heeft dan remming daar. Hier is namelijk nog meer voorurine. Dus als je dan remming van de terugresorptie veroorzaakt, dan zal dat meer effect hebben dan remming verderop.
Nou, dat is ook precies de reden waarom listdiuretica meer vochtverlies geven dan thiazidediuretica. Grappig genoeg correleert dat vochtverlies niet 1-op-1 met de hoeveelheid bloeddrukverlaging. Ja, dus van thiazides wordt je bloeddruk lager, maar van listdiuretica verlies je meer vocht. En dat heeft er weer mee te maken dat thiazides nevenwerking hebben, waardoor ze ook vasodilaterend werken. Ja, dus er treedt een verminderde vaatweerstand op het moment dat je thiazides gebruikt. En dat gebeurt niet bij de listdiuretica. Listdiuretica die remmen al hier de terugresorptie van natrium. En omdat ze dat doen, blijft het natrium dus hier en blijft het vocht ook hier. Toch hebben ze als bijwerking bijna nooit natrium, hyponatriumie. En dat komt omdat hier verderop, daar gaan we het straks over hebben, het natrium weer grotendeels wordt teruggeresorbeerd. Dus op het moment dat listdiuretica als een monotherapie worden gegeven, dan treedt er bijna nooit een hyponatriumie op. Het hartfalen waarom de listdiuretica worden gegeven, dat is wel een belangrijke oorzaak van een hyponatriumie. Want als je namelijk te veel vocht vasthoudt, dan heb je relatief, heb je dus aan dezelfde hoeveelheid natrium, heb je een hyponatriumie. En op het moment dat je deze middelen gaat combineren met middelen die hier of hier aangrijpen, dan heb je wel degelijk een verhoogde kans op het krijgen van een hyponatriumie. De listdiuretica die we in Nederland gebruiken zijn furosemide en bumetanide. En de werking heb ik net uitvoerig uitgelegd. Bijwerkingen zijn met name een hypokaliëmie. En dat komt dus, ondanks dat die niet direct op natrium aangrijpt, wordt verderop wordt dat natrium dan weer uitgewisseld voor kalium. En dat is de oorzaak dat er een hypokaliëmie optreedt. Door de hoeveelheid vochtverlies is uitdroging een andere veel voorkomende bijwerking. En kan er ook door die uitdroging orthostatische hypotensie optreden. Interacties zijn er met andere diuretica, heb ik net ook uitgelegd. En een al bestaande hypokaliëmie of een al bestaande uitdroging is reden om deze middelen niet te geven. Dan de kaliumsparende diuretica, die grijpen hier aan op de verzamelbuis. En die remmen de uitwisselingen van kalium uit het bloed tegen natrium uit de voorurine. Dus precies wat ik net zei, waarom de listdiuretica weinig effect hebben op natrium en veel effect op het kalium. De triamterene die doet dat direct door blokkade van dat uitwisselingskanaal. Maar spironolactone en etranon die doen dat door remming van aldosteron. Via, dat zijn aldosteron receptor antagonisten. Ja, dus de werking heb ik zojuist uitgelegd. Bijwerkingen zijn logisch, hè? Want als je dus de uitwisseling remt, dan hou je je kalium vast in je bloed en dan kan er ook een hyperkaliëmie optreden. Uitdroging staat tussen haakjes en dat komt omdat kaliumsparende diuretica, omdat ze zo ver in die nier aangrijpen, relatief weinig invloed hebben op de hoeveelheid vocht die je ermee verliest. Wel een beetje, dus dat is de reden dat ze worden gegeven bij hartfalen. Maar misschien wel een belangrijkere reden om ze te geven bij hartfalen is om de hypokaliëmie die optreedt ten gevolge van de listdiuretica tegen te gaan. Ja, dus een andere indicatie is het hebben van een hypokaliëmie. Interacties zijn er met de andere diuretica, omdat je dan dus meer natriumverlies krijgt, zoals uitgelegd. Ze zijn er ook met ACE-remmers en ARB's, omdat je daar allebei een hyperkaliëmie van krijgt. Dus als je dat combineert met andere middelen waar je een hyperkaliëmie van krijgt, dan kun je een te hoge hoeveelheid kalium krijgen. En als laatste kan het dus in combinatie met andere antihypertensiva natuurlijk ook oorzaak zijn voor een orthostatische hypotensie. Contraindicaties volgen hier logisch uit. Hè? Dus als er al een bestaande hyperkaliëmie is of een bestaande ernstige nierfunctiestoornis die vaak gepaard gaat met een hyperkaliëmie,
dan is er een contra-indicatie om deze middelen te geven. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit college. We hebben heel veel middelen langs zien komen. En van een groot deel van de middelen hebben we besproken wat de werking is. En ik hoop dat duidelijk is geworden dat je de bijwerkingen van veel van die middelen eigenlijk logisch kunt verklaren uit de werking ervan. Als je nou meer informatie wilt, dan kan ik in ieder geval de geneesmiddel van de week video's aanraden. Die zijn gemaakt door het Erasmus Medisch Centrum. En die gaan over allerlei verschillende middelen. Net welk middel die week centraal staat. En van eigenlijk nagenoeg alle middelen die we vandaag besproken hebben, is ook zo'n filmpje beschikbaar. Of althans, van één middel per groep. Het farmacotherapeutisch kompas kun je naslaan voor de geneesmiddelteksten over deze middelen. Ga die alsjeblieft, als je nou als je geneesmiddelencursus student bent van de beta-faculteit, niet uit je hoofd leren. Je hebt het meer dan genoeg aan dit college. En als laatste, dat is wel iets om even goed door te nemen en misschien ook te leren, dat zijn de behandelrichtlijnen van het Nederlands Huisartsengenootschap over de ziektebeelden die we zojuist bespraken. En dus wanneer geef je nou een calciumantagonist of wanneer geef je een beta-blokker, etc. Nou, we staan open voor vragen via de cursusinformatie op Canvas of eventueel via de mail. Bedankt voor jullie aandacht en een fijne dag gewenst.